Recentelijk zorgde een opmerking van de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, voor opschudding. Hij opperde het idee om EU-spaargelden te gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder de financiering van klimaattransitie en defensie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique. Et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'Union de marché des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire avec un petit nombre d'États membres pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent, pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux pour s'assurer que la régulation fonctionne bien et pour lever par conséquent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer notre croissance et notre prospérité. Ja, Jelena, er waren ondertitelingen bij. Er was ondertiteling bij, maar voor de mensen die dit bijvoorbeeld via de podcast luisteren, wat werd er precies gezegd? Ja, wat deze Franse minister van Financiën dus wil doen, is dat we het spaargeld van de Europeanen, dat is zo'n 35 biljoen, dus 35.000 miljard euro, wil moeilijk hij gaan voor te stellen. Ja, heel moeilijk voor te stellen. Ongelooflijk veel geld, echt ongelooflijk. Dat wil hij dus inzetten om dingen te financieren, eigenlijk ideologische doelen van de EU te financieren, zoals de klimaat- en energietransitie, digitalisering, defensie, de oorlog in Oekraïne, om die dingen te gaan financieren. En dit wordt natuurlijk al heel erg gefinancierd vanuit de verschillende overheden en vanuit de Europese Unie zelf. Er gaat al enorm veel belastinggeld naartoe, maar volgens hem is dat niet genoeg. Hij wil hij wil nog meer geld uitgeven en daarvoor wil hij het Europese spaargeld inzetten. Ja, er is om ophef over ontstaan. Ging dat puur alleen om het bedrag of ging dat over ook de inhoud? Nou, dat ging met name over het feit dat spaargeld hier aangesproken wordt. Want mensen zijn het al gewend dat er superveel geld van hun inkomen al naar de belasting gaat. Maar dan ook nog het spaargeld, hè, het deel van hun geld wat ze na al die belastingen, btw, et cetera, nog overhouden, dat dat ook al door de overheid gepakt wordt. Ja, dat roept natuurlijk heel veel weerstand op. Dat is logisch. Is het dan verplicht of is het vrijwillig? Dat mensen er vrijwillig aan mee mogen doen? Dat is nog de vraag. Okay. De precieze manier waarop deze plannen ingevuld worden, die zijn nog niet concreet. Nee, dat wordt in de komende tijd uitgewerkt waarschijnlijk. Maar het is wel een heel belangrijk punt. Ja. Ja, vind jij deze ophef terecht? Want je kan toch voorstellen onder bepaalde omstandigheden dat een bepaalde noodingreep toch nodig is? Ja, dan vraag je je af, wat is de noodzaak van deze dingen? Deze dingen, dus die digitalisering, energietransitie, defensie, dat zijn allerlei dingen die de EU vanwege ideologische redenen heel erg belangrijk vindt. Maar waarvan het maar de vraag is of de burgers dat zelf ook vinden. En in principe spaargeld, dat is gewoon privébezit. Daar kun je mee doen wat je wil. Je kan het gewoon op de bank laten staan. Hij noemt het dan heel erg minachtend op de bank laten slapen. Maar je kan het op de bank laten staan als appeltje voor de dorst. Je kan het investeren, maar investeren doe je natuurlijk iets waarvan jij denkt, hé, dat levert meer op. Ja. Of iets waar je zelf achter staat. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de overheid dat voor jou gaat bepalen. In hoeverre is spaargeld nog privébezit wanneer het op een bankrekening staat? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Er zijn veel theorieën over dat dat inderdaad ook afgenomen kan worden in zogenaamde noodgevallen. Maar die noodgevallen, ja, dat is eigenlijk de discretie van de wetgever. Wanneer zij iets zien als een noodgeval, dan kunnen zij daar gewoon wetten voor maken. Dat hebben we vaker gezien natuurlijk. Is dit een vergelijkbaar geval of voorstel in ieder geval als met Cyprus is gebeurd in 2013... wanneer er aanspraak werd gedaan op mensen hun spaargeld op de bankrekening? Daar ben ik zelf niet in thuis. Ja, mensen mochten toen geen geld opnemen van hun spaartegoeden. Dat was toch het verhaal? Anthony? Ja, want kijk, ik denk dat jij een hele goede daar te pakken hebt. Want dat is ook het eerste waar ik aan moet denken. Want laten we even heel duidelijk stellen dat zo'n man zoiets zegt, is buiten de orde. Heel simpel. Dit is gewoon privébezit. Normaal gesproken, hè? Als je gewoon als een normaal mens denkt, is dit buiten de orde. Dus waar komt dit opeens vandaan? En dat is heel simpel en dat heeft alles te maken met wat jij zegt. In de eerste plaats, bankgeld is niet je eigendom. Juridisch ben je een crediteur van de bank. Je bent geen depositohouder, je bent een crediteur van de bank. En dat is wetgeving die ze de laatste jaren overal hebben ingevoerd met als uitdrukkelijk doel om als banken failliet gaan bail-ins te kunnen doen in plaats van bail-outs. En dat betekent dat is dus al een keer eerder gebeurd.
Dat is in 2014 in Cyprus is dat de grote testcase voor de bail-in geweest. En sorry, ik onderbrak je net, maar kan je nog heel even uitleggen wat dat precies is? De bail-in, kijk, tot nu toe is het zo geweest dat als de banken massaal failliet gingen, dan kwam er, dat hebben we laatst in 2020 gehad, en dan komt er 4 miljoen op tafel vanuit de Amerikaanse staat en de Fed. En die geven dat aan de banken, dus de veroorzakers van de problemen krijgen een zak geld. En dat is een bail-out. En dat willen we niet meer. En dus nu gaan ze bail-ins doen. En dat betekent dat die banken geslacht gaan worden. En dan worden de crediteuren en de aandeelhouders, die moeten dan gaan opdraaien voor de zwarte gaten op de balansen van de banken. Maar als je dus als depositohouder denkt eigenaar van je geld te zijn, en het blijkt opeens dat jij een crediteur bent, wat het geval is, dan kan jouw spaargeld dus ingepikt worden. En dit verhaal klinkt mij als een heel... Wat mij meteen triggerde, is dat het klinkt als framing voor de komende inbeslagname. Want dat is namelijk, we staan aan de vooravond van een desastreuze schuldencrisis in het Westen. Mensen zijn er veel te laconiek over. Maar dat is absoluut een topdrijvende kracht in de hele geopolitiek. Ja. En wij staan aan de vooravond van een desastreuze schuldencrisis die bail-ins massaal noodzakelijk gaan maken. Dus mensen worden al een beetje warm gemaakt. Nou, die minister zei het... zou het spaargeld van de burgers in de EU niet willen afpakken. Zo lezen we in een artikel van Politico. No, Bruno Le Maire isn't going to seize your savings. Dus hij gaat niet jouw spaargeld afpakken. Jelena, hiermee zijn we dan toch gerustgesteld, of niet? Nou ja, dat is het inderdaad. Als hij direct het spaargeld afpakt, dan komt er natuurlijk een mega-opstand. Dat kan hij natuurlijk niet zomaar doen. Dat is geen optie. Maar wat hij wil doen, is het spaargeld via een omweg toch kunnen gebruiken. En dat is dus door die waar je net over sprak, die kapitaalmarktunie te versterken, te verstevigen. Dus veel meer gelijkschakeling van de financiële markten op EU-niveau. Dat gaat over belastingen, maar dat gaat ook over pensioenfondsen bijvoorbeeld. En dat staat in datzelfde artikel van Politico, staat dat als voorbeeld genoemd. Dus in plaats van wat we nu hebben, je hebt per land heb je meerdere pensioenfondsen. Daar betaal jij elke maand een premie. Zij beleggen dat vervolgens voor jou om dan je pensioen te kunnen uitkeren. Het plan van Le Maire is om dat dus Europa-wijd te gaan doen. Dus om 1 Europees pensioenfonds te hebben, waar iedere Europese inwoner dan zijn geld naartoe kan brengen. En dat gaan zij dan vervolgens beleggen, niet op basis van wat het meeste oplevert voor de gepensioneerden, maar op basis van hun eigen ideologische drijfveren. En met de pensioenpotten die wij in Europa hebben, dat gaat ook echt inderdaad, wat hij net zegt, over tientallen biljoenen. Ja, met name de Nederlandse zijn pensioenpotten, want die zitten hartstikke vol in verhouding met dat andere klopt. Landen. Ja, de 6e grootste ter wereld hebben wij in Nederland. Dus dat is hoe ze het geld willen inzetten. Ja, Bert, hebben wij als Nederlandse burger hier nog iets over in de melk te brokkelen? Ik vrees van niet. Ik heb hier bij de Tweede Kamerdebatten bijzonder weinig over gehoord tot nog toe. Hè? Ja. Kan natuurlijk nog komen, maar... Ja, nou, in ieder geval deze Franse minister die wil dit spaargeld gaan inzetten om allerlei andere doelen te bereiken. Dat is helder. Maar zijn er naast Frankrijk ook nog andere landen die al hebben toegezegd hier iets in te zien? Nou ja, wat hij heeft voorgesteld is dus om dit te gaan doen met een beperkte groep landen. Omdat hij het vindt allemaal te traag gaan. Hè? Om alle 27 EU-landen mee te krijgen, dat vindt hij te traag. Dus hij zegt, ik wil met een beperkt aantal landen dit doen. Als begin. Duitsland heeft bijvoorbeeld gezegd dat ze niet mee willen doen. Maar alleen als er nog een beperkte groep is. Ze hebben wel aangegeven dat ze hierin meedoen als heel Europa meedoet. Dus dat is het standpunt van Duitsland. En telt Duitsland dan ook nog zwaarder als economisch zwaargewicht? Ja, natuurlijk. Duitsland is nog steeds de grootste economie van Europa. Dus als Duitsland zou meedoen, zou dat natuurlijk mega zijn. Nog niet alle ministers hebben gereageerd trouwens, nog van alle landen. Denemarken heeft wel gereageerd. Die hebben gezegd dat ze dit gewoon een goed plan vinden, dat ze mee willen doen en dat ze hier geen tegenargumenten in zien. Die zijn voor. Nederland heeft nog niet gereageerd. Maar zoals Bert ook al zei, ik denk dat er wel veel druk uitgeoefend zal worden op Nederland om mee te doen, omdat wij zo'n grote pensioenpot hebben. Dus dat is natuurlijk heel aantrekkelijk voor deze plannen om Nederland erbij te hebben. Want dan hebben ze gelijk 1500 miljard investeringskapitaal. Ja, en Nederland staat nou niet echt bekend om hun rebellie wanneer het gaat over globalistische wereldplannen. Nee, zeker niet als je inderdaad naar onze politici kijkt. Onze demissionaire ministers, die denken alleen maar aan hun eigen baan. In Europa, bij de NAVO, noem maar op. Ja. Nou, het gebruiken van spaargeld is dus niet het enige manier waarop de EU probeert om nog meer geld uit te geven. Onlangs stelde de premier van Estland voordat de EU gezamenlijke obligaties, genaamd de eurobonds, moet uitgeven om zowel de Europese defensie te versterken als Oekraïne te ondersteunen, lezen we in een artikel van Bloomberg. Ja, kan jij ons uitleggen wat die eurobond precies inhoudt?
Ja, die eurobonds, dat is al jarenlang een controversieel onderwerp eigenlijk. Maar dat zijn dus obligaties, leningen, die de Europese Unie gezamenlijk uitgeeft. Dus als land kun je bijvoorbeeld ook obligaties uitgeven. En Nederland kan dat doen, Italië kan dat doen. Maar dit is dus een plan om dat als Europa gezamenlijk te doen. En het grote nadeel voor ons als Nederland daaraan is dat wij als Nederland bekend staan als een, nou ja, nog steeds bekend staan als een financieel verantwoordelijk land. Dus onze rente is lager. Terwijl een land als Italië of Spanje, die hebben veel hogere rentes, omdat die bekend zijn als onbetrouwbaarder, hè, financieel gezien. Maar als je het Europa breed gaat doen, dan heb je natuurlijk een gemiddelde rente. En die rente, die ligt veel hoger dan onze eigen rente als Nederland. Maar wij staan wel garant voor die schulden. Hè. Wij moeten wel deels die rente natuurlijk terugbetalen. Dus voor Nederland is het sowieso geen goed idee. En Europa breed is het ook, heeft het ook zeker negatieve consequenties. Omdat dit geld wat dan zeg maar gecreëerd wordt, het wordt gecreëerd uit het niets. Hè. Het is een lening, het is een schuld die wordt aangegaan. Er komt dus 100 miljard euro in de economie. In een economie die al heel erg geteisterd wordt door inflatie. Ja, de ECB zegt inflatie te bestrijden. Ze zijn eigenlijk alleen maar met andere dingen bezig tegenwoordig. Klimaat, et cetera. Maar dat draagt dus ook allemaal bij aan die inflatie. En het doel waaraan het wordt uitgegeven, nou ja, daar hoef ik nog niet eens over te beginnen hoe desastreus dat is. Hè. De oorlog in Oekraïne die al zoveel levens heeft gekost. En die wordt hier alleen maar mee geëscaleerd en verlengd. Dus dat is. Volgens de EU zelf zou het bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen, het bevorderen van een eerlijke digitale en groene transitie en de veiligheid en defensie, als ook het aanpakken van demografische veranderingen. Ja, als ik het goed begrijp, Jelena, probeert de EU dus nieuwe manieren te vinden om hun hele beleid mee uit te voeren. Klopt, inderdaad. De EU zit heel erg vast in bepaalde ideologische doelen die zij willen bereiken. Je hebt ze net al genoemd, dus dat hele groene klimaatverhaal, het digitale verhaal, het verhaal van de oorlog in Oekraïne. Daar zijn ze zo op vastgebeten en ze willen dat koste wat kost behalen. Ook al zijn die doelen helemaal niet haalbaar, niet wenselijk en ook niet te financieren op vrijwillige basis. En dat is de kern. Zij willen dit behalen. Er wordt al enorm veel belastinggeld aan uitgegeven, maar daar zit op een gegeven moment ook een grens aan natuurlijk. En maar zij weten ook dat dit nooit vrijwillig gefinancierd zou worden. Dus daarom doen ze dat op deze manier. En zij leven ook in het waanidee eigenlijk dat zij als staat, dat de staat dit soort dingen allemaal op zich moet nemen. Ja, zoals je net al zei, dus niet echt een manier om deze beleidsuitvoering vrijwillig voor elkaar te krijgen met de grote budgetten die ermee gemoeid zijn. Nou, wanneer mensen dit horen en denken, ja, dit betreft toch mijn geld, mijn spaargeld, wellicht het spaargeld wat ooit naar mijn kinderen toe gaat. Wat kunnen mensen dan doen? Willen ze hier nog een weerwoord in bieden? Nou, wat heel belangrijk is om een eind te maken aan deze hele ideologische dwang. Om dit beleid gewoon een halt toe te roepen. Nou, binnenkort in juni zijn er Europese verkiezingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat men dan echt massaal gaat stemmen. Omdat dit beleid moeten we gewoon niet meer willen. We moeten gewoon echt zorgen dat er een andere samenstelling van het parlement komt. Dat is heel belangrijk. En ten tweede, als het zo door blijft gaan, als zelfs zo'n anders samengesteld parlement niet zou helpen, dan is het belangrijk om toch echt die knoop door te hakken en te zorgen voor een referendum om uit de EU te gaan. Want dan zijn we in één keer van al deze plannen af. Dankjewel, Jelena.